Hallo iedereen en welkom bij een nieuwe video van Dutch Generation X. Vandaag gaan wij Battleground 2016 reviewen. En dat doe ik niet alleen natuurlijk. Ik ben Tim, ik ben er nog steeds niet. Ik doe dat samen met Victor's betere helft, Onno. Hoi Onno. Yes, fijn om hier te zijn. Dankjewel. Inderdaad, de betere helft. De superior van Soest. Victor's grote broer. Zo zou je het kunnen noemen, ja. Ja, dan gaan we je Battleground previewen. Alleen in het kort, wat vond je over het algemeen van de show? Leuk niet leuk? Ik vond het een leuk show. Zeker. Het had een aantal interessante matches. Een paar mooie angles. Dus ja, ik ben over het algemeen wel tevreden. Ja, daar kan ik me bij aansluiten. Ik vond misschien wel de beste Battleground ooit. Al is dat niet heel erg moeilijk. Gewoon niet echt iets waarvan ik dacht, dit is echt heel slecht en hier heb ik een hekel aan. Het was allemaal gewoon leuk en goed, dus wat dat betreft ben ik zeker tevreden. Ik weet zeker, dat ze zeiden het niet, zoals bij Bonnie in de Bank wel de hele tijd, maar dat hadden ze nu niet wel. Ja, precies. Dan de we beginnen natuurlijk met de pre-show, daar weet jij natuurlijk alles van, onder de pre-show. Ja, uiteraard, ik leef de match, dat was natuurlijk... Brizango tegen de Usos. Heel goed. Was best een leuke match overigens. Gewoon 5 minuutjes. Was deze tag team action. Was gewoon leuk om naar te kijken. Jij hebt het niet gezien, weet ik. Dus ik was wel verrast dat Brizango won. En blij en verrast. Want ik ben niet zo'n fan van de Usos. Ik won van Brizango. En ik had eigenlijk verwacht dat de Usos zouden winnen. Dus wat dat betreft. Niks mis mee. Gewoon leuk. Leuk. Ja. Dat was het. Leuke curveball. Nou ja, dan gaan we maar snel door. Yes. Met de opening match, en dat was meteen de Women's Tag Team match. Dus dachten we toen meteen de grootste pop van de avond bij de opening match. Maar zeker, Charlotte zeker. Dana tegen Sasha Banks en haar mystery partner, Bayley. Wat vond je van Bayley? Ik was aangenaam verrast. Ik had er inderdaad op verwacht in de draft. Zoals waarschijnlijk met mij veel anderen. En ja, toen ze daar niet kwam, was ze een beetje teleurgesteld. Maar op deze manier vind ik het toch wel fijn dat ze die er toch in hebben gezet. En nu is dat een beetje de vraag van mij van, blijft ze ook op de roster? En waar dan? Waar of SmackDown? Ik weet niet wat er vandaan is. Ik kan me best zeggen dat ze niet op de roster blijft. Dit was een one-time thing. Oké. Dan is dat dan is dat jammer. Maar het was leuk om haar te zien, inderdaad, voor deze keer. Ja, en als je naar die pop kijkt die ze kreeg, dan Future Women's Champ lijkt me. Zeker. Ik vond het leuke verrassing. Ik had persoonlijk wel... Zij was één van de mensen van wie ik dacht dat dit zou kunnen. En zij was eigenlijk op wie ik hoopte. Want het had ook zomaar, ik had ze ook zomaar Nia Jax kunnen zien doen opeens. Weet je wel, ook links. Maar gelukkig was het Bayley. Ik vond het, de match zelf ook gewoon een goede match. Een goede tag match. Ik ben blij dat ze op NXT blijft persoonlijk. Want de NXT Women's Division zou anders wel heel erg leeg worden. Met alleen maar Asuka eigenlijk nog. En bovendien zou ik jammer vinden als ze dan de draft doen en dan een paar dagen later gewoon Bayley gewoon laten debuten en gewoon op een van de brands laten komen. Zonder dat ze de draft doen. Dat zou een beetje een opbouw zijn. Ja, ik snap. Dus wat dat betreft had ik hier op zich geen problemen mee. En ik had wel problemen met, dat heb ik ook in de preview gezegd, dat dit een tag match was. Gelukkig hebben ze dat ook wel goed gemaakt na de Women's Title match. En zoals je misschien wel weet, Sasha Banks is nu een champ. Ja. Dus ja. Voor de mensen die dat nog niet weten, bij deze. Graag gedaan voor spoilers. Maar je ziet deze video nu pas eigenlijk een run-off. Dus. Dan moet je je schamen als je dat niet gedaan hebt. Ja, inderdaad. Precies dat dus. Nee, de match zelf, was leuk inderdaad. Hele mooie verrassende Bayley, de tagpartner was. Ik had eigenlijk, als ik heel eerlijk was, Ribella verwacht. Nu met Daniel Bryan ook natuurlijk de general manager van SmackDown was. Dat ze voor één keer een keertje terugkwam. Godzijdank dat dat niet gebeurd is. Hoefde weer een verschrikkelijke teamsong niet te horen. Primo! Er zaten een paar mooie spots in. Eentje die mij best wel verkeerd leek. Ik denk dat jij wel weet welke overweging van Bayley. Die op de achterhoofd op de turnbuckle viel. Ja, dat zag er niet fijn uit. Ik was bang dat ze meteen injured was, zeg maar. Ja, precies. Dat zou wel een klein beetje bursting the bubble zijn. Ja, behoorlijk. Maar inderdaad, wel duidelijk Banks die won. Mm-hmm. En een beetje een voorspelling van things to come, zou ik maar zeggen. Ja. Dus, gaan we. Maar leuk opener. Dan
gaan we door naar de volgende match. Promo waar ik persoonlijk fan van was. New Day versus Wyatt Family. Ja. Ik vond de promo package, ik weet niet of je die nog kan herinneren, die ze voor deze match deden, ook klasse. Dat vond ik heel mooi. Wat ik zelf... laat ik beginnen met jou. Wat vond jij van deze match allemaal? Deze vier dan? Ik vond het inderdaad een leuke match. Ik zal eerlijk zijn, ik heb niet de hele opbouw gezien. Dus ik heb alleen echt de promo package voor de match zelf gezien. Daaruit blijkt, het leek erg interessant inderdaad. Een leuke match inderdaad. Een beetje jammer dat het misschien niet voor de titles was. Maar ook wel weer begrijp met de Wyatt Family die natuurlijk nu split. Met de draft. Ja, precies. Dus dat is wel begrijpelijk. Maar inderdaad wel een mooie send-off voor de Wyatts. Met nog een laatste overwinning, om maar zo te zeggen. Ik ben benieuwd wat ze met de Wyatts gaan doen nu. De Wyatts. Vooral met Wyatt zelf. Want ik denk dat de Wyatts met elkaar zijn. Roman die had een nieuwe theme song en een nieuwe look op Raw. En een jobber match. Dus lijkt me een soort van singles push gaan en proberen te geven. Ik denk dat Wyatt en Roman nog wel samen involved blijven. En je hebt natuurlijk Harper nog. Zit Roman op SmackDown? Wat zeg je? Roman is op SmackDown. Ja, oh, en je hebt natuurlijk Harper nog, die binnenkort wel terugkomt van een injury. Natuurlijk, ja. Misschien hebben we dan wel weer de original Wyatt Family. Maar dat moet er nog. Precies. Ik vond, wat ik nog wil zeggen over de match zelf. Ik vond het een goede match. Ik vond vooral Xavier Woods klasse. Want dat heb je misschien een beetje gemist met de build-up. Maar de build-up was een soort van dat Woods degene was die bang was voor de Wyatt Family. En Kofi en Biggie, die nog gewoon een zelf, eigen zelf waren. Een provocateur zelf. En ook tijdens de match zag je dat. Tijdens de match zag je dat ook met Woods. Die leek eigenlijk alsof hij de Wyatt Family ging joinen zelf. Dat deed hij gelukkig niet. Maar het was, ik vond dat wel mooi gedaan. En ik vond het ook het einde wel mooi. Ik was ook blij dat de Wyatt Family won. Want ik ben nog steeds wel Wyatt fan. En ik hoop dat hij het goed doet. Zeg nou nu. Want nu met de print extension. Zeker. Ja, precies. Ik snap wat je bedoelt inderdaad. Ik had inderdaad ook wel een kleine mark-out moment, om eerlijk te zijn, voor Woods. Die in zijn eentje doet tegen Wyatt en Strowman ging. Als ik dat goed zeg. Was het een moment. Het was een mooie match. En wie denk jij, als ik zo mag zeggen, wie de volgende tegenstanders van de New Day worden? Voor de titles. Ik denk dat ik het al weet, als ik op Raw mag nagaan. Ja, tuurlijk. Dat zal ook wel weer duidelijk zijn. Mag ik raden, de club? In één keer goed. Echt? Ja. Oh, verrassend. Ja, op zich wel. Kijk wel naar uit. Ja, precies. De volgende match dan. United States Championship. Rusev tegen Ryder. Yes. Ryder met een interessante outfit. Volledig USA team. Alsof hij is... alsof er is overgegeven door Uncle Sam. Ja, precies. Dat is best wel... Waarom moet iedere wrestler die tegen Rusev staat... Oh, zo van, kijk mij. Ik ben de Stars and Stripes. Ja, hij is niet eens meer echt de foreign heel namelijk. Want hij niet meer de Russisch is. Hij is gewoon de Rusev. Ja. Dus ik snap dat ook helemaal. Ja, het is... Als wrestler die Amerikanen nog allemaal. Een beetje, ja. Precies. De match zelf was gewoon wel decent. Niks bijzonder of zo, maar ook niet slecht. Nee, precies. Gewoon blij dat Rusev heeft gewonnen. Eigenlijk. Oh, dat zeker. Niks tegen Wyder in dat geval. Maar ja, Rusev moet niet van Wyder verliezen. Dat zou kunnen zijn voor Rusev. Zeker. Inderdaad, een paar mooie spots. Het einde vond ik wel inderdaad echt mooi te zien. Van Wyder die toch net leek alsof hij eruit zou komen. Dan toch nog het laatste momentje van Rusev. Maar ja, precies. Was een mooi moment. Ja, inderdaad. Dat was een mooi moment. Ja. Na de match... kregen we een beatdown van Rusev op Ryder. En toen dacht ik, oh, nu krijgen we misschien Rusev nieuwe opponent of zo, die in run-in doet. Maar nee, dat was Mojo Rawley. Wat waarschijnlijk zijn nieuwe opponent wordt? Ja, alleen zit hij op een andere brand. Mojo zit op SmackDown? Mojo en Ryder zitten allebei op SmackDown, volgens mij inderdaad. En Rusev zit op Raw. Oké. Ja, natuurlijk. In ieder geval... Nee, volgens mij wel. Ja, Rusev zit op Raw, want ik heb Raw gekeken en is op die op. Dus, klopt, ja. Dus die
Dat is waarschijnlijk het begin van Mojo Rawley, zeg maar. Nou ja, begin. Een tag team op de main was er dan, Hype Road. Want dat zijn ze al op NXT. Ja, het is een goede toevoeging, vind ik, op het roster. Weer een extra beetje breedte natuurlijk. Ja. Zeker, ja. Ik ben gek van wat te doen. Want ik ben geen fan van Mojo Rawley, maar ik kan hem best tolereren in die tag team. Ik ben ook geen fan van Rawley. Zolang ze de title maar gewoon niet winnen, vind ik het allemaal best. Ja, de title zit ook op een andere brand geloof ik. Ik weet niet of ze het doen. Ja, ik weet niet hoe ze dat gaan doen. Ben met benieuwd, de Women's en de Tag Team titles. Ja, precies. Want we weten al dat ze wel een nieuwe world title doen. Maar goed, wat ik nog wel wilde zeggen hierover was dat ik toen Mojo Rawley uitkwam, toen keek Rusev hem echt aan met een blik van wie de fuck ben jij en wat de fuck ben jij aan het doen. Het was een mooie what the fuck blik, vond ik. En, ik ben een beetje Rusev, man. Zoals waarschijnlijk de rest van de mensen ook hadden van wie ben jij nou eigenlijk? Wat moet jij doen? Nee, zeker niet. Dan de volgende match. Misschien. Yes. Naar mijn mening, match of the night. Sami Zayn tegen Kevin Owens. Ook naar mijn mening, match of the night. Ja. Ik zeker. Ik denk dat dit voorlopig het einde is van hun feud. Denk ik. Zo leek het een beetje. Ja. Ik denk niet dat hun feud ooit echt eindigt, zeg maar. Ik denk dat we altijd wel weer. Callbacks krijgen, maar dat het nu voorlopig even afgelopen is. Ik vond dit echt een fenomenale match. Echt, storytelling was echt geweldig in deze match. Zeker. Het einde vond ik geniaal gedaan ook. Met de Zayn die Rover kick deed en dan Owens Finn terug deed en weer eentje deed. Ik ben gewoon heel erg fan van deze match. En, ik heb het gaan waarschijnlijk zelf nog een keer terugkijken. Dat vond ik wel heel vet. Ik weet niet wat jij er verder nog van. Ik kan eigenlijk niets anders dan met jou eens zijn hierin. Want het was ook gewoon een hele goede match. Maar je weet, als je Owens en Zayn gewoon bij elkaar zet. Die twee die zetten gewoon een enorme show op. En ze doen het ook gewoon echt heel goed. En ik hoop ook eigenlijk wel inderdaad dat dit wel voor nu even de laatste match is die zij samen hebben. Want hoeveel pay-per-views hebben ze nou ongeveer tegen elkaar gezien nu? Sinds WrestleMania toch? Bij de elke match? Echt pay-per-view matches hebben ze. Dit was eigenlijk een tweede. Want dit was de. Ja, maar ik bedoel, ze zaten samen in de Money in the Bank match. Alle pay-per-views zaten ze samen in de match. Sinds WrestleMania. En op WrestleMania ook trouwens. Ja, precies. Ze blijven elkaar een beetje tegenkomen. En elke match is dat weer hetzelfde een beetje de pay-per-view. Van hé, we gaan tegen elkaar. Ja, bam, ze gaan meteen op elkaar af. En hoewel het heel goed. Ja, precies. En hoewel dat voor nu leuk is, het is over een jaartje, als ze dat hele tijd blijven, dat is een beetje, we snappen het. Dus voor nu even een mooie fout erin. Daarom had ik ook verwacht eigenlijk. Kijken of je over het tijd... verwacht dat ze naar verschillende brands zouden gaan. Want ze zitten allebei op Raw. Dat dacht ik dus ook. Ik snap ook niet dat ze allebei op Raw zitten. Dat is niet gebeurd. Kayfabe-wise is het eigenlijk wel zo dat het niet heel erg logisch is dat ze elkaar nu met rust laten. Zeker Owens. Maar het gaat wel gebeuren, lijkt het, als ik ook wel een beetje zie. Dus... Of niet? Ja, misschien niet. Maar daarom had ik gehoopt en verwacht dat een van de twee SmackDown zou zijn. Maar ik had Zayn inderdaad een goede voor SmackDown gevonden. Ik vind hem wel passen bij Shane McMahon en Daniel Bryan. Zeg maar, als bij Bryan. Ja, zeker. Maar nickname is letterlijk de underdog van de underground. En Bryan was ook wel een hele goede match of the night. En kudos to allebei. Ja. Dat was echt geweldig. We hebben ervan genoten. Ja, precies. En dan nu naar de volgende match. De match die de zware taak kreeg om Sami Zayn tegen Kevin Owens op te volgen. En eigenlijk zoals de old days een beetje, was dat de women's match. De andere women's match dan in dit geval. Want vroeger had je ook altijd de women's title match na de lastigste match, zeg maar. Dus nu, die was title toen dan. Natalya versus Becky. Op zich leuk dat ze een singles nog een tweede women's feud doen, vind ik. Ja. Het was ook best een leuke feud. En ik ben ook best wel Becky fan. En ik vond deze match eerlijk gezegd ook nog niet slecht. Alleen het werken, dat Natalya constant op de knee focuste, was goed, vond ik. En dat speelde leuk op in. Maar niet alleen is het lastig om Zayn versus Owens op te volgen, maar dan zo'n match die een beetje, zeg maar, de hele tijd hetzelfde is als in het focus op de knie, dan weet je gewoon dat de crowd compleet dood is. Nee, het lachen. Dus wat dat betreft hebben ze zichzelf een beetje in hun voet geschoten.
Maar ja, het was op zich wel decent. Ik denk dat ze dat wel nog meer te zien krijgen. Ja. Ja, precies. Voor een defense match was het prima, inderdaad. Om maar zo te zeggen. En ja, inderdaad. Niet zo heel verrassend dat Natalia won. Met de hele omkeer natuurlijk. Naar heel. Ja, inderdaad. En het zal nog niet voorbij zijn, nee. Waarschijnlijk. Stekker, volgende pay-per-view. Dat is SummerSlam, ja. Toch? Ja. Dat is SummerSlam. Gaan we daar nog een singles match zien tussen Becky en Natalia? Ik weet niet of dat op de card gaat passen, zeg maar. Misschien ja, op de pre-show. Anders dan... ja, misschien als ze een nieuwe women's title doen op SmackDown, dat ze deze die title een beetje geven. Oké, want daar is nog niet echt duidelijkheid over op Raw, van wat er nou eigenlijk gebeurt met de titles. Ja, alleen maar met de world title, maar op SmackDown krijgen we ook op te horen wat er met de women's attack in SmackDown gaat gebeuren. Ja, precies. Interessant. Ja. Dan komen we nu aan bij de Intercontinental Championship match. The Miz tegen the great Darren Young. Make Darren Young great again. Wat vind jij van die hele angle met Backlund en Make Darren Young great again? Ik moet heel eerlijk zijn, in het begin vond ik het echt helemaal niks. Ook die segments allemaal niet. Maar nu ik het zo in de match zelf was, moet ik zeggen dat ik het eigenlijk best wel hilarisch vond. En dat schaam ik weer een klein beetje voor. Ja, je kunt nergens voor schamen. Nee, precies. Zeker toen hij de crossface chicken wing deed op Raw of SmackDown volgens mij. En die mark-out moment van de crowd. En Backlund die helemaal gek werd. Dat is gewoon grappig. Ja, ik vind het een leuke combinatie, Darren Young en Bob Backlund. En dat had ik niet verwacht. Dus dat is, mooi dat ze dat laten zien. Ik had heel eerlijk gezegd ook niet verwacht dat John ging winnen. Nee, ik hierin. Ook zeker niet nadat wij ervoor hadden. Ja, precies. Maar misschien dat ze een... maar het is wel zo'n einde dat er sowieso een vervolg aan komt. Het kan ook zijn, want ze zitten op de andere branch deze twee. En het lijkt echt op dat ze het echt... hermetisch gescheiden houden, zeg maar, erbij. Het kan ook zijn dat ze gewoon niet wilden dat Young verloor, omdat hij pas net zijn re-debut heeft gemaakt. En dat ze daarom deze vakvingers een beetje denken. Ja, precies. Ik moet ook heel eerlijk zijn, ik had bijna aan het einde had ik wel het idee dat Young een klein beetje trekjes had van een heel turn. Ja, nou, ze deden dat wat Backlund deed bij zijn heel turn, toen hij de title won van Bret Hart, dat hij zo naar zijn handen keek van, wat heb ik gedaan? Ja, precies. Ik weet niet... Ik zou een leuke nieuwe bijnaam voor Darren Young, als hij echt een nieuwe Backlund wordt, ook Blacklund vinden. Racist. Dat past gewoon mooi. Blacklund, ja. Serieus. Toch? Waarom niet? Be a star. Darren Blacklund. Ja, Blacklund, ja. Darren. Nee, maar op zich, het zou wel komisch zijn, toch? Darren Young, Bob Blacklund, nieuwe formatie. Ik zou er geen problemen mee hebben. Ik vind het nu al leuk. Ja, het is in ieder geval beter dan die bullshit die hij hiervoor deed. Wat dus eigenlijk het enige wat hij hiervoor deed was primetime players eigenlijk. Hè. Ja, ik bedoel, na de primetime players. Ja, weet hij niks. Niks, helemaal niks. Nou ja, ik vond de match zelf overigens niet echt. Ik vond het de minste match van de avond. Op die manier inderdaad wel. Zeker. Maar qua entertainmentwaarde vond ik het beter dan de Becky Lynch-Natalia match. Want Backlund was heel erg bekend. Hoe die zijn shirt uitprobeerde te doen, maar een beetje vast van te zitten. En Maries. Nou, dan hebben we nog twee matches en een segment te gaan. Komen we nu eerst aan bij het six-man tag match. John Cena, Enzo Amore en Colin Cassidy tegen The Club, AJ Styles, Carl Anderson en Luke Gallows. Met eerst nog een promo van Enzo en Cass ook een beetje. Die ik ontzettend entertaining vond. Ik weet niet wat jij daarvan vond. Ik, zeker. Het was erg entertaining. Ik vond het mooi om te zien hoe Cena op de achtergrond elke keer een beetje markte, zeg maar, als Enzo iets zei. En zoiets had van, oeh, wat zegt hij nu? Dat is goed. En, grappig. Zijn reacties waren ook wel leuk om te zien. Ik weet niet of je dat nog een beetje meegekregen. Ik heb het meegekregen, zeker. Maar ja, dat is een beetje nu het kenmerk van Enzo Cass. Want elke match, voor de match gaan we nog gewoon lekker even trash-talken. Idee. Het was erg leuk, zeker. Match zelf was ook goed, vond ik. Vond het iets beter dan de six-man tag van New Day Wire.
Ja, ja. Ik ben het met je eens. Cena die snel spinnen naar een top rope AA. Ik kan alleen maar aannemen dat ze doorgaan met deze vuur. Ja, het lijkt me inderdaad dat Styles Cena gewoon SummerSlam wordt. Ja. En dan waarschijnlijk met de stipulation erbij. Ja, ik ben nog niet helemaal van overtuigd dat Cena Styles ook een singles match SummerSlam gaan hebben, maar daar hebben we het straks wel over. Maar dat ze zeg maar doorgaan met de feud, lijkt me wel overduidelijk. Want dat is ook nog gewoon unfinished business. Dat Cena heeft nog steeds niet van Styles gewonnen in een singles match. Zeker. En volgens mij zitten de club en Enzo Cass ook samen op de brand. Ja, die zit al bij Raw, maar omdat de club lijkt nu achter de titles aan te gaan. Dus het is afwachten wat er met Enzo Cass gaat gebeuren. Ja, dat is inderdaad een beetje... Ik weet nog dat ze op Raw waren namelijk, maar ik kan me niet herinneren wat ze gedaan hebben. Dus... Ja. Enzo Cass? Oh, oké. Okay. Ja, dat is goed. Dat was niet heel erg memorable. Sorry, precies. Nou, er zaten wel een paar mooie momenten in de match natuurlijk. Het was een beetje een Raw main event secret, denk ik. Gewoon een goede match, maar niet echt met die Mark Kaufman of zo. Nee. Enzo die een beetje zat rond te springen tijdens de match toen hij tegen Gallows en AJ Styles tegelijkertijd was mij. Of apart, of alleen tegen Gallows. Voor mij AJ Styles ook wel. Ja, een beetje hetzelfde idee als Woods tegen Rowan en... Of Rowan tegen Strowman en Wyatt. Ja, inderdaad. Ja, dat is heel vaak. Daar had ik al een idee van... Oh, dit heb ik volgens mij al eerder gezien vanavond. Ja. Oké. Okay. Als je dan een T6 met tag matches hebt... En dan ook nog een beetje hetzelfde... Wat doet is altijd jammer, inderdaad. Ik vond het wel grappig hoe Cena en zo op een gegeven moment als een wapen gebruikt. Dat hij zo naar buiten gooide tegen de andere aan. Ja, ik dacht bij mezelf van, zo ziet Cena Enzo dus, als een human weapon, maar ik vond het wel grappig. Ja. A human cannibal. I came in like a wrecking ball. Sorry. Ik zeg maar gewoon sorry tegen de kijkers en luisteraars. Het spijt me, kijkers en luisteraars. Ik zal aanvaard excuses voor je. Laten we doorgaan naar de highlight reel. De highlight Jericho, die hoogste highlight wil natuurlijk, uiteraard. En zijn gast was de... Drink it in, man. En zijn gast was de returning Randy Orton. Die er iets anders uitzag, vond ik, dan normaal. Blijer, met lange broek. Hij leek liever inderdaad. Ja, blijer met een lange broek. Ja, veel liever ook inderdaad. Veel meer van, oh, ik hou van jullie. Wat ik opvallend vond. Ja. En toen zag ik de tattoos en de schedels... Dit is de Viper en de Legend. Oh ja, hij. Dit is de Viper, ja. Nou ja. Ja, ik vond het best een leuk segment. Ook op wakken, zeg, in principe. Ook als ik ooit nog met aan, dus wat dat betreft niet. Maar, normaal gesproken ben ik niet zo'n segment, zo fan van segments op pay-per-views, maar dit was op zich wel oké. Ja, precies. Het is goed om de crowd er even met die Orton te laten voelen. Ja, precies. Met RKO. Blijkbaar ook een hashtag is, out of nowhere. Alles is tegenwoordig een hashtag. Ja, dat is jammer, maar ze willen alles trending hebben natuurlijk. Precies. Het was gewoon vrij entertaining, vond ik zelf. Zeker, maar dat was ook wel eens. Een aantal mooie insults. Ja. Die ene van Orton geen enhancement middelen nodig heeft om te winnen, zeg maar. Toen mocht ik wel een beetje vrienden dat zei. Ja, precies. En Jericho zei ook, niet in de mic, maar hij zegt meteen van, you're gonna pay for that. En kwam bij Orton zei terug van, yeah, you're probably right. Want hij wist ook een beetje dat Lesnar dat niet zal waarderen, zo'n moment. Ja, ik vond het ook mooi toen Jericho aan hem vroeg van, waarom zou je in godsnaam tegen Lesnar gaan? Dat hij zei van, ik kan wel terugkomen en tegen Fandango gaan, maar dat is ook zo jammer, zo nutteloos. Ja. Een mooie burn van toen Jericho een WrestleMania match had met Fandango. Nou, ik dacht eigenlijk de laatste return match van Jericho, die terugkwam nu, zoals hij nu is. Dat was ook tegen Fernando, toch? Ja, dat zou kunnen. Dat kan ik me niet eens herinneren. Tenminste, volgens mij wel. Ik kan het verkeerd hebben. Ja, dat kan. Maar dat is in ieder geval geen pay-per-view match. Het zal. Nee, zeker niet. Ja, oké. Okay. Maar dus ik dacht meteen terug aan die WrestleMania match.
toen Fandango, Fandango op WrestleMania won van Chris Jericho. Wat een tijd. Dat is toch iets voor de geschiedenis. Dat, als je dat nu tegen iemand zegt die net pas is begonnen met kijken, dan kijkt hij je toch even aan. Wat heb jij bij mij tegen? Oh, jij liegt en wat voor drugs gebruiken, want ik wil ze ook. Ja. Dus Tim, hoe stoked ben jij voor Orton tegen Lesnar op SummerSlam? Ik ben er best wel stoked voor. Ik vind dat het is een match die we volgens mij nog nooit op pay-per-view gezien hebben. Ik kijk uit naar de onvermijdelijke F5 into an RKO. Oh ja, zeker. Dus, ik denk dat het een hele goede match kan worden en gaat worden. Ik ben Orton fan ook. Ik vind Orton eigenlijk verschrikkelijk goed. Dus ook als hij probeert, is hij eigenlijk altijd wel goed. Dus wat dat betreft. Ik vind het ook wel interessant, want het lijkt natuurlijk na die UFC fight dat mensen wel boost kennen. Maar nu na dat hele doping gebeuren, zie ik toch wel de potentie voor een Orton win. Wellicht. Ja, echt? Orton die dan Lesnar wel verslaat? Ja, nou ja, omdat Lesnar net dat doping gebeuren heeft. Kan ik me inzien dat WWE denkt, ja, laten we hem niet over Orton gaan, aangezien Orton de kop dat er al is. En, ja, je kan het natuurlijk altijd stellen als Lesnar die daardoor, als het lijkt echt blijkt dat hij echt iets gebruikt heeft wat niet mag en wat niet in de prescription stond, dan kun je altijd zeggen, ja, zonder enhancement kan Lesnar niet van Orton winnen blijkbaar. Precies, er valt er voor te verduren. Misschien moeten we dan ook wel Lesnar tegen Taker op WrestleMania een no-contest maken. Want misschien had hij toen ook wel een enhancement. Oeh, Street Lifts aan. Oeh, ja. Dat, heb ik dat zou een beetje kop uit. Die heb ik inderdaad eerder voorbij horen komen. Van, die telde toen ook niet. Van mij heb ik hem ook een preview gezet. Dat is een beetje... Ja, het zou wel kunnen. Een beetje jammer dat ik het gat niet. Ja. Ik kijk uit naar de match. Ik denk jij ook, of niet? Zeker. Ja, tuurlijk. Ja, dan zijn we bij de main event aangekomen, man. De main event. Triple threat match voor de WWE Championship. Misschien wel de most anticipated triple threat ooit, hè? De Shield triple threat. Ambrose. Ik blijf het zo jammer vinden dat ze die niet gewoon op WrestleMania doen. Maar ja, dan moet je weer zo wachten. Ja, ze hadden het de laatste WrestleMania ook kunnen doen natuurlijk. Oh nee. Ja. Dat had niet gekund, want Wallace was injured. Dus ik moet mijn bek houden. Ja, precies. Ja, ik vind het ook jammer. Met de draft snap ik het wel wat ze hem nu al doen. Want het blijkt dus dat ze naar andere revenge gaan. Dus dan had het ook niet gekund verder. Maar toen ze het announced, had ik wel zoiets van... in ieder geval tot SummerSlam verwacht. Ja, ik bedoel... Ja, het is toch maar een maand. Het is niet zo heel lang. Er is geen enorm veel kans meer voor een van de drie om geblesseerd te raken, om maar zo te zeggen. Of om nog een keer gesuspended te worden. Ik kijk naar jou wel maar eens. Ga je schamen. Ja, inderdaad. Ik vind het toch jammer dat ze dit dan doen. Battleground. Want laten we eerlijk zijn, Battleground is dan niet bepaald een grote naam. Nee. Nou hadden we vorig jaar wel ook Rollins tegen Lesnar op Battleground. Dus. Ja. Misschien proberen ze het een beetje een grote naam te laten worden. Oké. Een van de big four. Maar dat is ook een beetje kansloos. Want het zit tussen Money in the Bank en SummerSlam in. En Money in the Bank is al een vrij groot pay-per-view geworden. SummerSlam is de tweede grootste pay-per-view van het jaar. SummerSlam. Yeah, RPG. Ja, nou, aangezien het ook 4 uur is tegenwoordig, zou het daar wel gaan. Maar goed. Echt? Ja, dat was vorig jaar ook wel hoor. Ja, dat herinner ik me niet. Oké. 4 uur. Ja. Maar goed, de match zelf inderdaad. Ik vond het een nice touch dat ze die locker rooms hadden, die toekeken. Aangezien het toch wel high stakes match was. Ja, zeker. Ik blijf het nog wel komisch vinden dat je dan Rollins hebt die gewoon een mixed reaction krijgt. Als heel zijnde. En Boos als keiharde face de volle reactie. En Roman die dan keihard geboet wordt. Ja. Het blijft leuk om te zien. Het is, en horen. Het was wel grappig. Ik vond Reigns nieuwe look trouwens wel cool. Met zijn baard. Het ziet eruit als iemand die drugs heeft. Oh, dat zeker. Ja. Nou, ik weet niet hoe ze hem gaan portrayen op Raw nu. Dat weet jij natuurlijk wel, want jij hebt het gezien. Ja. Maar ja, ik vraag me af of hij nog steeds de full-fledged face is dat hij was in ieder geval. Maar ja, vooral moral of the story, don't do drugs, kids. Want je wint er niet door. Wink, wink. Dat hebben we vanavond gezien. Of dat hebben we op Raw gezien, op Battleground gezien en ook op Money in the Bank eigenlijk al. Want,
Hij heeft op Bank verloren natuurlijk clean. Precies. Op Battleground verloor hij clean. En op Raw heeft hij nu ook weer clean verloren. Dus... Ja, hij is van zijn voetstuk gevallen om het maar te zeggen. Maar goed, laten we het over de match zelf hebben eerst nog even. Want, did it live up to expectations? Even voor jou. Sorry, kun je dat laatste herhalen? Je was bij mij een beetje kraakig. Deze match was het wat je had verwacht? Nee, om heel eerlijk te zijn niet. Ik vond het wel echt een goede match. Maar ik had nog zoveel beter verwacht dan dit. En er waren inderdaad wel een aantal mooie momenten. Inderdaad, zoals ook de Shield Powerbomb door de announce table. Die ik erg mooi vond. De combinatie... Ja, precies. De combinatie van een aantal moves van... De rebound lariat van Ambrose samen met, ik moet heel eerlijk zijn, ik niet eens meer weten hoe dit gebeurde toen de tijd. Met de insecurity van Rollins ook. Met Reigns tegelijkertijd. En inderdaad die out of nowhere frog splash op Ambrose. Ja, opeens kwam dat niet. Dat is ook, ja, precies. Dat was ook vlak voor het einde natuurlijk. Maar ja, ik vond het, het was een leuke match, zeker. Ik had het wel beter verwacht, maar ja, de expectation is gewoon zo hoog. Het is gewoon lastig om daar ook gewoon bij te zitten. Dus als je het voor het andere boek kijkt, ja, dat is gewoon een goede main event. Ja, ik had het, ik heb het staan als een 4-star match. Wat natuurlijk gewoon echt fantastisch is eigenlijk. Maar zoals je zegt, ik hoopte natuurlijk gewoon op zo'n soort van Lesnar, Rollins, Cena main event. Zoals op de Rumble toe. Daar hoop je op. Dat was het niet. Maar het was wel echt heel goed. Was ook beter dan die Fastlane main event van dit jaar, waar je ook de triple threat had met Lesnar, Rollins en Ambrose volgens mij. Het was wel beter dan dat. Ik vond dat die callback die ze naar de Shields hadden, kort achter elkaar hadden ze de twee. Je had namelijk die powerbomb door de table natuurlijk, die ze altijd samen deden. Maar ook meteen daarna had je die chair to the back van Rollins op Ambrose, een beetje callback en split-up. Ja, precies. Dat vond ik mooi gedaan. En persoonlijk, ik heb hem live gekeken. Normaal gesproken ben ik altijd moe tegen de tijd dat de main event komt. Ik stond nu echt te springen tegen het einde van de match. Omdat ik gewoon hoopte dat Ambrose zou winnen als Ambrose Mark. En ik was ook heel blij toen Ambrose won. Ik heb met de schouder een beetje pijn gedaan bij het duim hoog. Ik ben persoonlijk gewoon blij dat Ambrose won. Omdat ik het jammer vond als hij een one-month reign had gehad. Het is nou de derde keer deze week dat ik bang was dat Ambrose zou verliezen. Een keer tegen Rollins ook al. Dus... I feel you. Ik ben benieuwd, maar wat ik me nou afvroeg, is wat gaan ze nu met Ambrose doen, zeg maar. Want als ik zo naar het SmackDown Wars kijk, ik denk persoonlijk misschien Ambrose style Cena als triple threat op SummerSlam. Heb je dan wel voor de tweede keer de Brian triple threat natuurlijk. Maar met Ambrose, Ambrose heeft zo'n instelling van bring them all on en ik ga tegen iedereen en wanneer je wilt. Dus wat dat betreft zou ik zo'n triple threat wel kunnen zien gebeuren. De enige andere optie die ik zie is Wyatt. Maar ja, ik zou niet echt springen om weer een Ambrose tegen Wyatt. Nee, snap ik. Ik heb dezezelfde gedachte inderdaad ook gehad na Battleground. En nadat ik de dingen overwacht gehoord heb van een nieuwe title, dacht ik mezelf, het wordt dus zo'n ding. Van dat SmackDown die gaat in principe gewoon de tweede title. En Ambrose die gaat gewoon een soort van filler match hebben bijna op SummerSlam. Tegen een Kane of een Big Show. Of een of andere upper midcarder. Allebei Raw, maar oeh. Ja, ik weet niet uit mijn hoofd de SmackDown was er om heel eerlijk te zijn. Nee, maar ik snap wat je bedoelt. Dus een Sheamus bijvoorbeeld, mocht hij op SmackDown zitten. Of een Alberto Del Rio, weet ik veel. Ja, nou zie ik Rollins. Oké, laat ik het zo zeggen. We weten dat Rollins tegen Finn Balor voor de Universal Title is op SummerSlam. Wat overigens echt een hele slechte naam vind, maar wel echt heel grappig. De WWE Universal Championship. Ik zie Rollins tegen Balor niet main event eerlijk gezegd. Ik zou dat wel heel snel vinden voor Balor, om nu al SummerSlam te main eventen. Ja, tuurlijk. Maar je hebt als main event heb je ook Lesnar tegen Orton dat in zou principe. Kunnen. Ik zie, de enige manier waarop ik de WWE titles in main eventen is als het Ambrose Style Cena is. Dat zou inderdaad, je zei het al eerder, het zou best kunnen. Ik zou het alleen wel een beetje gek vinden hoe ze zichzelf als Styles tegen Cena met Ambrose verwikkeld raken, hoe ze dat gaan oplossen. Je zou een number one contenders match kunnen doen tussen Styles en Cena en dan
een of andere floopy no contest, weet je wel. En dat dan Ambrose zegt van, ja, waarom niet triple threat? Waarom dat niet? Doe maar. Oké, kom maar op. Ja. Yeah. Ik denk inderdaad dat Lesnar ooit in de main event met Ten zijn, die match krijgen voor de WWE. Ik hoop dat ze het doen zoals in de old days een beetje, dat de WWE title en Universal title zeg maar om en om een beetje main event op de Big Four. Want yeah, tegen het einde van de World Heavyweight Championship was het wel heel erg duidelijk dat dat meer een mid-card belt was. Ja, overduidelijk. Zeker toen ook, toen het gewoon niet meer de SmackDown main event was. Je hebt natuurlijk de brand pay-per-views, dus het is guaranteed dat het meer pay-per-views gaat main eventen in die titles. Maar ja, zeker. Voor, het zou mooi zijn als we niet hebben van dat het één title overduidelijk de main title is en de andere overduidelijk iets minder. Het zou mooi zijn als ze een beetje gelijkwaardig blijven, vind ik. Ja, dat geeft het idee van twee brands ook iets meer precies natuurlijk. Dat er niet eentje overduidelijk beter is, in dit geval een War. Ja, en ik denk dat de potentie er wel is om beide brands gelijkwaardig te houden. Omdat ze allebei op de USA Network zitten en allebei live zijn. Dus als er ooit de tijd is om de brands echt te laten werken met twee bijna gelijkwaardige brands, dan is het wel nu. Ja, maar Bar is nog steeds 3 uur en Spectrum is nog steeds 2 uur, toch? Nee, of heb ik dat verkeerd? Ja, maar er zit nog steeds een verschil in tijd. Want Raw is nog steeds, laten we eerlijk zijn, de grote show. Ja. En SmackDown is gewoon eigenlijk maar, een kleine boeitje. Daar zie ik potentie voor SmackDown om mogelijk Raw te verslaan in de ratings. Want ik kijk persoonlijk liever naar 2 uur durende show dan naar 3 uur durende show. Dat is zeker waar. Dus, SmackDown heeft Raw verslagen in de ratings. Dat is dan weliswaar de draft episode. Dus dat is niet heel erg. Dat is logisch eigenlijk. Maar dat laat zien dat mensen wel bewust zijn van het feit dat SmackDown op dinsdag live is. Dus alle ingrediënten zijn er om dit echt een ratings war tussen de twee te kunnen laten worden. Laten we hopen dat het daarmee de ratings verbetert en dat ze niet nog meer naar achteren gaan. Ja, precies. En als ze ooit weer een pay-per-view als bijvoorbeeld, en we weten dat ook alweer. Hoe heette die pay-per-view nou dat het tegen elkaar was? Was SmackDown? Breaking Rights, dankjewel. Als ze die ooit nog een keer doen, dan is het weer iets logischer als ze dat hier gaan doen. Ja, allemaal met Fenton Baker. Ik vond het best leuk. Nou, de laatste die ik echt leuk vond was volgens mij 2005 of 2006. Ja, toen, toen was het gewoon op Survivor Series. Oh ja, ja. Maar het idee van Raw tegen SmackDown was wel. Dat vind ik best leuk. En ik zou het ook leuk vinden als op Raw. Op Survivor Series Raw versus SmackDown 5 versus 5. Maar om nou weer zo'n hele pay-per-view te doen. En dan ook 7 tegen 7. En ik vond het ook zelf een goede pay-per-view. Dus daar ben ik niet zo fan van. Al moet ik zeggen, het bracht ons wel toen die Ziggler versus Bryan Intercontinental versus US Champion matches. En die waren heel goed in de tijd. Dus dat echt dat. Ja. We kijken nu misschien iets te ver naar de toekomst. Dit was Battleground in ieder geval, Onno. Als jij een cijfer moet geven, in welke richting zou je dan gaan? Qua cijfer? Ik denk een 6,5 à 7. Ik zou iets hoger gaan. Ja. Ik denk 7,5 denk ik wel. Misschien zelfs wel meer. Ja, misschien ben ik ook een beetje te pessimistisch. Maar het maakt niet uit. Daarom, precies. Onno, het was me een waar genoegen. Mij ook, Tim. Het is leuk om dit keer te doen zonder Victor. Ik vond het eigenlijk veel beter gaan. We kunnen gewoon een keer praten. Victor, als je kijkt en luistert, we missen je echt totaal niet. Nee, blijf gewoon lekker in Frankrijk zitten. We zien je ooit aan de kruis komen. Verstuur ze. Vroom, vroom. Ja, goed. Weer dit kunnen twee we doen. Ongepaste gehad in twee video's. Dus. Wauw. Sorry. Goed. Not sorry. Bedankt voor het kijken en luisteren natuurlijk. En Onno, bedankt dat je hier was. Graag gedaan.